Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord. Politiek aan het woord, daar zijn we weer. Vandaag te gast onze eerste burger, meneer Frank van der Meijden. Frank, van harte welkom. Dankjewel. We hebben een aantal onderwerpen op papier staan zoals gewoonlijk. We gaan kijken hoe ver we komen. Hè? Maar een van de toch leuke, maar ook belangrijke dingen, het Centrumplan Lieshout. Raadsvergadering 15 juni. Gaat het een en ander gebeuren, denk ik. Want... Nou ja, we zijn al wat langer bezig. Hè? De verantwoordelijke wethouder en zijn voorganger. En we hebben een mooi traject van burgerparticipatie. Ja. Waar heel veel mensen zich de schouders onder hebben gezet. En dat komt volgende week in de raad. Ja. Ja. En dan moet er een klap op komen, heet dat dan. Ja. En dan? Want als die klap er is, dan vind ik dan natuurlijk wel mooi. Want we hebben al eens een paar voorstellen gehad in het verleden. Hè? Ja, maar wel met aanpassingen. We hebben ook gezegd, we moeten zorgen dat zo'n plan heel veel draagvlak heeft. En dat is nu het geval. Ja. Dan heb je heel veel partijen nodig. We hebben heel veel onderzocht als gemeente. De wethouder heeft dat een aantal keren heel goed uitgelegd. Wethouder van de Bergmortel. Ook nu in voorbereiding van het raadsbesluit dat voor ligt. Als procesbegeleider kan ik in ieder geval zeggen dat goed is verlopen, dat proces. Okay. Ja. Dus u gaat met een gerust hart, zeg maar, de raadsvergadering in? Altijd. Ja. Zo. Ja. Ik mag het begeleiden, het proces, en voorzitten. En dat is sowieso wel een hele mooie job natuurlijk. Maar die ook zo'n proces begeleiden doen we intensief. Hè, met de raadshierarchie, met de gemeentesecretaris, met het college. Want mijn neutrale rol is er voor het college en de raad. Dat spreekt voor zich. Maar in ieder geval is de aanloop, los nog van de inhoud, de aanloop van het proces is goed verlopen. Ja, mooi. Nou, we horen na die datum... Ik zou zeggen, komt dat zien. Ja. Hè? Iedereen is welkom inderdaad. Mooi. Of kan ons live vervolgen. Ja, juist, zo is het wel. Hè? Dan, meneer Van der Meijden, 6 juli. Een vergadering apart, denk ik. Hè? Dan is de kadernota bespreking, zeg maar. Ja. Kunt u even toelichten wat de kadernota is? Inhoud, maar het is. Ja, de kadernota is feitelijk de eerste financiële beschouwing voor de gelden die wij volgend jaar en de jaren daarna krijgen en gaan uitgeven. Daar komt het op neer. Het is de financiële huishouding van de gemeente. En de kadernota geeft kaders aan hoe we de begroting in het najaar met elkaar gaan bespreken en welke accenten dat we gaan leggen. Okay. En dat is altijd een mooi moment, want het geeft nogmaals aan hoe de plannen en de ambities van het zittende college worden vertaald in concrete uitvoering. En het is extra spannend dit jaar, omdat er in de BV Nederland heel veel aan de hand is. En we hebben de afgelopen jaren nogal wat meegemaakt met extra gelden als gevolg van coronacrisis, als gevolg van decentralisatie. Mm-hmm. En in algemeenheid heeft de gemeente Laarbeek altijd goed op de centjes gepast. Een heel goed financieel fundament. En dat hebben we nog. Dus we kunnen positieve keuzes maken. Oh, dat is mooi, hè? Ja. U zegt heel mooi, corona heeft natuurlijk wel het een en het ander teweeg gebracht. En de oorlog, noem maar op, hè, wat er vandaag de dag allemaal speelt. Ja. Worden wij dan ook een beetje, hoe moet ik zeggen, verminderd in subsidie door falende overheid? Nou, het is eigenlijk andersom. Door die crisis hebben wij meer geld gekregen. Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik begrijp en ook die gelden, wel. Die, als het gaat om corona, die zijn natuurlijk eigenlijk Oekraïne, dat blijft. Maar die gaan wel in een ander construct komen. Dus de gelden gaan wel wat minder worden de komende jaren. Maar het financiële fundament in Laarbeek is ontzettend robuust. Ja. En dat uit zich altijd in het getal van de weerstandsratio. Dat is een heel moeilijk woord. En dat geeft, houdt het in? Ja, dat ga ik vertellen. Hebben wij voor de toekomst voldoende reserves om alle plannen die we hebben gemaakt, om die uit te kunnen voeren? Okay. Antwoord is ja. Ja. Antwoord ja, want we hebben een hele goede weerstandsratio, technische term. En dat geeft in ieder geval aan nogmaals dat er een heel financieel stabiel fundament is. De wethouder gaat het allemaal toelichten en uitleggen. Wethouder Briels gaat over financiën. Ja. Maar het is sinds jaar en dag heeft de gemeente Laarbeek heel goed op de centjes gepast. Okay. Ook al die voorgangers en vorige colleges. Ik wil dat met nadruk gezegd hebben. Ja. Ja, want we hebben toch wel eens ooit meegemaakt dat de OZB in één keer enorm toenam. Ja, maar dat is dat is voor Laarbeek is dat een eenmalige uitzondering, zo wil ik het echt duiden. Ja, ja. En dat doet niets af aan dat goede financiële fundament wat er is en al was. Ja, ja.
En als ik nu kijk naar de financiële belasting van de huishoudens, dan doen we het in de regio heel erg netjes. Ja. Dan zitten we in de onderste helft van, zeg maar, van wat huishoudens betalen aan de overheid. Oké. Ja, dat is op zich al heel aardig. Ja. Dus het is eigenlijk al fijn om inwoner van Laarbeek te zijn, wat dat betreft. Je zou hier niet weg hoeven, wat dat betreft. Nee. Goed. Zijn er grote verschuivingen in de Kade Noord? Denk maar aan de zorg bijvoorbeeld. Hè? Daar moeten we een ei over leggen. Dat doen we met raad en college en de verantwoordelijke wethouder financiën. En we zijn daar. Dat is een proces wat we met het college en het managementteam al sinds weken voeren en nu met de raad gaan voeren. Een heel goed zorgvuldig proces. Want ik zie toe op het proces dat goed gaat. En dat mensen op inhoudsniveau moeten ze bij elkaar komen. Okay. En ik heb er alle vertrouwen in. Alle vertrouwen in dat het goed gaat lukken. Zit in die kadernota, hè? Want we leven nu toch met vluchtelingen, asielzoekers, allerlei mensen die wij opvangen, hè? Zeg maar, crisisopvangen. We lezen ook dat de gemeente Laarbeek een huis wil kopen voor een groot gezin bijvoorbeeld. Hoe is de stand van zaken daarmee? Nou, ik zal het proces zal ik toelichten. Hè. De inhoud dat zit ook heel erg bij wethouder en college en raad. Wij hebben een opdracht gekregen om een groot aantal mensen hier te huisvesten, zoals elke gemeente. Ja. Aantallen Oekraïners, het gaat om statushouders, dus mensen die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. En dat gaat ook om asielzoekers. Ja. Dat, zeg maar, de Ter Apel mensen, die moeten allemaal verdeeld worden. Nou, die drie dingen komen vaak bij elkaar. En daar moeten we met elkaar overeenstemming over krijgen. En we moeten wel doen wat we moeten doen. Nou, als het gaat om de statushouders, mensen uit Oekraïne, die hebben we goed. Die kunnen we goed kwijt. Er zit geen marge, maar die kunnen we goed kwijt. De statushouders, de mensen die hier langdurig blijven, die ons zijn toegewezen, daar hebben we toch wel problemen mee om die te kunnen huisvesten. En het plan wat er nu ligt is om dat plan een impuls te geven. En dat zal de wethouder natuurlijk toelichten in de raadsvergadering. De asielzoekers, de aantallen die we in de regio moeten opvangen, dat plan wordt met 21 gemeenten wordt dat bedacht. Ja. En dat plan is in ontwikkeling momenteel. Ja, ja. Ja. Want locaties en zo, dat is erg moeilijk, denk ik. Dat is moeilijk, dat is altijd moeilijk. Het geldt voor alle gemeentes, ook voor Laarbeek. Ja. Overigens, we zijn nog niet zover dat we over locaties praten, überhaupt niet. Nee. Maar wat wij wel in ogenschouw moeten nemen is dat de spreidingswet. Hè, de spreidingswet wil zeggen dat elke gemeente aan de lat komt te staan voor een aantal asielzoekers. Mm-hmm. Ja, die zit eraan te komen. En anticiperend op die spreidingswet moet elke gemeente dus een groot aantal mensen opvangen. Ja, dat staat dus los van Oekraïne. Ja. Los van de mensen in Oekraïne. Staat los van de statushouders. Die mogen hier blijven. En die asielzoekers, dat moet nog bekeken worden. Of die wel of niet mogen blijven hier. Die drie geledingen hebben we hier. Ja, flink aantal. Ja, een flink aantal. Het is politiek-bestuurlijk een grote discussie. Ja. In gemeentes, bij provincie en ook in de Tweede Kamer. En je ontkomt niet aan de discussie. Dus het is een feit dat we daar in Nederland dat we daar wel redelijk op vastlopen momenteel. Ja, ja, ja. En ook op de oplossing. Ja. Want vooral die oplossing is heel moeilijk. Mensen helpen is natuurlijk nobel. Het is ontzettend moeilijk. En we willen allemaal mensen helpen. We willen als gemeente ook, raad en college, aan de verplichtingen voldoen. Dat lukt nu even niet met de statushouders. Maar het mag duidelijk zijn dat de discussie over migratie een hevige en stevige is, die overal gevoerd wordt. Ja, het is niet anders. Helaas. Ja. Hè? Kon het maar oplossen om even zo te doen. Ja, het is buitengewoon complex. Ja. En ik denk dat iedereen in dit land in algemeenheid mensen wil opvangen in een noodsituatie. Ja. Die in oorlog of weet ik waarom moeten vluchten. En daar moet een scheiding worden gemaakt. Dus mensen die vluchten en mensen die om bijvoorbeeld economische redenen graag in Nederland willen blijven. Ja, dat is het punt van discussie nu natuurlijk. Ja, heel moeilijk. Goed, zal we dit punt afsluiten en even wat leuke dingen doen, denk ik. Ik wil niet zeggen dat dit niet leuk is, want het hoort erbij. Het hoort erbij. En je moet een discussie in ieder geval samen op basis van respect en inhoud voeren. Ja. En je moet de discussie ook niet uit de weg. Nee. Want het bestaat wel en ook Laarbeek moet leveren. Ja. En ook Laarbeek is... ook in Laarbeek wonen mensen die dit zien. Ik ken de mensen in Laarbeek en die willen ook helpen. Ja. Per definitie. Ik heb het een aantal keren beleefd bij die sessies. Ja. Dus daar zit, dat willen we allemaal. Maar het moet in balans zijn. Ja. En ik snap het tegengeluid van de mensen die ook de starters en de ouderen die doorstromen. Ik snap het tegengeluid ook. Dat moeilijk is.
Ja, maar het blijft moeilijk. Je kunt niet alle heren dienen, hè? Zeggen we altijd. Ja. Maar wel de discussie netjes voeren met elkaar. Ja. En kijken waar je elkaar kunt steunen en waar je in het midden kunt uitkomen. Daar gaat het toch om. Ja. Goed. Onlangs een mooi voorbeeld, denk ik, hou de wereld schoon. ons kleine manneke Ties. ja, we lachen alle twee, want ik vond het een mooi initiatief. Die schreef u een brief. Ja, Ties schreef een brief, want Ties zit in groep 4. En Ties haalt met zijn tractor en aanhanger altijd vuil op. Ja. Met zijn moeder en zijn zusjes op. Ja. En als dan zo'n brief bij jou binnenkomt, wat ja, fantastisch. Ja. Ja, daar ga ik natuurlijk meteen naartoe. Dat vind ik hartstikke mooi. Ja. En het college, ik krijg veel brieven, mailtjes, telefoontjes. Dat heb ik toen ook geschreven in die column. En dit zijn wel de mooiste natuurlijk, om over te vertellen. En ik ben er natuurlijk naartoe geweest en heb Ties ook stevig beloond. En ook gezegd, dat is een mooi voorbeeld voor iedereen. Hè. Dat geeft ons ook een spiegel. Ja. En Ties zei in zijn schrijven van dat ik ervoor moest zorgen, een oproep moest doen, dat mensen hun eigen rommel opruimden. Ja. Ja, natuurlijk doe ik dat, want dat vinden we allemaal. Ja. Maar je ziet ook dat het zwerfvuil overal aan de orde is en nauwelijks afneemt. Hè? Dus het is ook een quasi met een lach en een knipoog, maar ook een serieuze nood van mensen, alsjeblieft ruim je eigen rommel op. Hè? Ja. Dat zit er ook achter. Het zou eigenlijk niet zo moeilijk zijn, hè? Toch? Ja, het zou niet zo moeilijk moeten zijn. Nee. Overigens, ik zie heel veel mensen ook rommel opruimen. Hè? De IVN'ers hebben ook privé zie ik mensen. Ja. Meneer van den Bergen, die altijd een rondfiets. Fantastische initiatieven. Ja. Ik word er altijd warm van. Ja. Dus heel veel mensen doen het heel goed. En een aantal mensen die ruimen hun troep nog steeds niet op. En ik hoop dat het laatste wat minder gaat worden. Ja. Door daar op deze ludieke wijze aandacht aan te geven. Ja. Ja. Je zou bijna zeggen, we gaan wat meer tractors en aanhangertjes kopen voor de mensen. En dan ruimen ze vol op. Voor de jeugd, dan kunnen ze de troep opruimen. Ja. Ja. Mooi is het. En dan hebben we nog van alles te doen in het mooiste dorp van Nederland. Ja. Laarbeek, hè, zoals het is. Hè. Ja. Dan maar even een snelle terugblik. Mariehout bestond 90 jaar onlangs. Ja. Hè? Ja. Je bent daar te gast geweest? Ja, zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Wat je in algemeenheid ziet is dat in deze periode er in onze gemeenschappen heel veel georganiseerd wordt. Ja. Dat is altijd goed, hè? Dat is altijd fijn. Verbindend vermogen. Gemeenschap voor en door elkaar, zoekt elkaar op. We hebben afgelopen week onder andere, we hadden nog veel meer, we hadden gildefeesten en er was in een muziektuin van alles, van alles was er te doen, maar 90 jaar Mariehout, dat sprong natuurlijk wel een beetje tussenuit. Ja. Die hebben een mooie traditie dat ze het elke 5 jaar vieren en dat hebben ze dit jaar gedaan. En dat hebben ze ontzettend mooi gedaan, van vrijdag, zaterdag, zondag. En voor elke leeftijdsgroep van alles georganiseerd in het mooie Mariehout. En dan zie je dat zo'n relatief kleine kern ontzettend krachtig is. Ja. Want dat lukt daar toch altijd op een hele mooie manier. Maar allemaal zijn ze bij betrokken. En allemaal. Allemaal jong en oud en iedereen doet mee. En van Zeskamp verhalen vertellen over hoe Mariehout is ontstaan. Maar ook een openluchtmis, motoren met een toerrit, een dorfquiz. Het is werkelijk fantastisch en het is mooi om daar een rol in te mogen hebben. Harmonie, Gildes waren ook weer, gaven ook acte de présence op zondag. Dat was een fantastisch schouwspel. Ja, mooi hè? Ja. Mooi hè? Dus zo'n kleine kern, zo'n grote gemeenschap hebben. Ja. Hè? Ja. Helemaal geweldig hè? Nou, laatste dingetje wat we nog heel eventjes doen. Want 9 juli, natuurlijk een hele mooie datum, 9 juli. Ja. Zondag. Ja. Ik vind het heel mooi om de Laarbeekse gedachten bij elkaar te krijgen door middel van 3 harmonieën. Ja. In Mariehout gaan ze gezamenlijk optreden. Ja. Ja, fantastisch initiatief. En dat kwam nog voort uit 25 jaar Laarbeek. Daar wilden we toen mee afsluiten. Dat was even niet gelukt. We zijn wel met elkaar in gesprek gebleven. Want die harmonieën hadden het plan al klaar om dat vorig jaar te doen. Door allerlei omstandigheden waarbij financiën er één was, kregen we dat niet goed rond. Maar het plan is blijven hangen. En ook bij de harmonieën, want die hadden elkaar op een hele mooie manier gevonden. En die zeiden, dat is eigenlijk zonde als we dat zomaar voorbij laten. Ja. Want we hebben elkaar gevonden. Ik zei, goed, natuurlijk, wij willen dat ook als gemeente. Hè? Ja, tuurlijk. Dus we zijn met elkaar in gesprek gebleven. En er kwam een heel mooi nieuw initiatief uit. En dat is 9 juli treden de harmonieën op. In Mariehout.
Dat ja. past ook weer bij 90 jaar. Ja, maar uit, ja. En we hebben gezegd 25 jaar plus 1, dat is dan 26 jaar. Dan past dat ook weer in zeg maar de samengang van Laarbeek. En let op, we hebben natuurlijk drie fantastische harmonieën. Ja. Die daar gewoon een geweldige show gaan geven. Ja. Allemaal op eigen manier, op drie locaties. Maar ja, ja. Allemaal in het centrum, in het hart van Mariahout. Ja. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, ja. Het centrum van Mariahout. Ja, dat is zo fantastisch. Het klinkt dus helemaal, ja. Iedereen kan komen, ja. 9 juli, in ja. het hart, in het centrum van Mariahout. Gaan de Goede Hoop, Sint Cecilia en ONU daar een spetterend concert geven. Ja. Ja. Allemaal op eigen wijze. Spreekt voor zich dat daar vertier is en dat daar ook volop feest. Feest en drank en alles wat erbij hoort. Ja, ja. Ja. Hapje en een sapje. Dus kom, ja. Toegang gratis. Toegang ja. gratis. Ook nog. Ja. Ja. Iedereen welkom. En je krijgt er muziek bij. He? Allemaal. En leut en gezelligheid. Absoluut. Doen we samen. Gemeente met de drie korpsen. Mooi. We hebben er zin in. Ook ja. daar hebben we zin in. Mooi. Ah, ik ook. Maar goed, we zijn helaas weer aan het einde gekomen van ons programma. Politiek aan het woord. We hebben het gehad over de raadsvergadering van 15 juni aanstaande. In het kader van Lieshout, sorry. Maar heel veel meer plannen. Ja, en nog heel veel meer plannen komen dan aan bod. 6 juli, de kadernota, een van de meest belangrijke momenten, denk ik, in het jaar voor de gemeente. De centjes worden verdeeld. Beide vergaderingen bent u natuurlijk van harte welkom. Want kom nou maar eens kijken. Kijk maar eens wat er in de keuken gebeurt, op het politieke gebeuren, zeg maar even. Iedereen staat klaar, het is allemaal gratis, krijgt een leuke plek, is niks mis mee. En kom maar eens kijken hoe hard die mensen werken voor ons, want we vergeten heel vaak, het gaat goed en we zijn mooi trots op ons Laarbeek. Maar er zijn wel mensen die er keihard voor werken. En mocht het zo zijn, hè, dat u nou verhinderd bent, hè, 15 juni of 6 juli, het zou zomaar kunnen, hè, dat niet iedereen dan kan. U kunt ons gewoon live volgen op de omroep, op de website van de gemeente. Is misschien een idee om een dag later nog een keer te herhalen. Of zo. Nou, of om direct gewoon die tv aan te zetten. Ja, ja, dat kan ook. Nee, mooi. Goed, het is met zijn initiatief helemaal geweldig om Laarbeek, niet alleen Laarbeek, maar laat hem het goede voorbeeld zijn voor een schoon Nederland. Dan hebben we 90 jaar Mariahout gehad. En last but not least hebben we het gehad over 9 juli, waar onze drie geweldige harmonieën met elkaar gaan muziek maken in het centrum van Mariahout. Dat wordt allemaal geregeld. Meneer Van der Meijden, ik ga u danken voor dit bijzondere gesprek. Wederom. Okay, dankjewel. Dankjewel. Beste mensen, en u bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Geemert-Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord.